Hartelijk welkom bij deze video over personal business training. Mijn naam is Danny van der Giessen en sinds 1981 ben ik volop actief met het trainen en coachen van mensen. En dat vind ik bijzonder leuk en waardevol om te doen. En dat is de reden waarom we deze video hebben opgenomen, om u een aantal dingen aan te geven en aan te reiken die ervoor zullen zorgen dat u een idee krijgt over personal business training. Want dat is wat we doen, onder andere. Ik heb een fitnesscentrum gehad in 1981 tot 86 en daar trainden we mensen om bijvoorbeeld in gewicht toe te nemen of in gewicht juist af te nemen. Maar we trainden ook amateursporters die graag wilden presteren op Nederlands niveau. En bij een aantal is dat ook volop gelukt en dat is natuurlijk heel erg leuk. En dat was ook een mix van training, van coaching en van persoonlijke begeleiding. En dat hebben we vertaald naar nu de situatie, want we zijn nu 18 jaar actief met dit bedrijf, naar personal business training. Wat komt er dan in voor? Want, en waarom? Nou, dat zal ik u vertellen. Waarom willen we dat zo graag promoten? Nou, dat heeft te maken met het feit dat wij al jaren directeuren, eigenaren, dus ondernemers en managers trainen op het vlak van communicatie, leiderschap en management, strategie, persoonlijke communicatie, zakelijk communiceren, spreken en presenteren en tijdmanagement. En zo zijn er natuurlijk nog een aantal subdoelen daar weer in te onderscheiden. En we hebben gemerkt dat de tijd die mensen ter beschikking hebben, dat die niet toegenomen is, maar dat mensen ook het ook graag op persoonlijke basis willen hebben. Ze willen graag één op één. En als u dat ook wilt, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Daar waar coachen ook een kwestie is van luisteren en mensen dingen laten inzien en ook een stukje sparren, is personal business training gericht op het doen en het doorlopen van modules die ertoe leiden dat u kan groeien op bepaalde vlakken die voor u belangrijk zijn. En wat we dan doen, dat is dat we dat in een map stoppen. We hebben hier een gerichte trainingsmap die we steeds aanvullen met de voor u belangrijke onderwerpen. En dat is heel waardevol, want het is heel persoonlijk, dus ook heel effectief. Daar waar je bij in een collectieve training zit of in een open inschrijving training, waarbij het zo is dat het gaat over de mensen generiek, is het zo dat bij personal business training het gericht is op u als persoon. En dat betekent uw uitdagingen, uw doelen, uw mogelijkheden, die gaan we vergroten, zodat u in staat bent om te groeien en te bloeien. En want dat is mijn doel met het leven van mensen om me heen. Ik wil ze helpen, ik wil ze faciliteren, om te zorgen dat zij kunnen excelleren. Excelleren, gaan voor een 9. We willen dat mensen progressie maken. En dat ze kunnen zeggen op een gegeven moment van, hey, dat is me gelukt. Wat me toen moeilijk afging, dat gaat me nu eigenlijk makkelijk af. Zodat ze kunnen zeggen, that was easy. That was easy. Ik herhaal nog eens. That was easy. That was easy. Maar meestal is het zo dat je eerst dingen een aantal keren moet herhalen voordat het daadwerkelijk gaat beklijven, dat het indaalt. Want we willen snel veranderen. Mensen willen snel veranderen. Maar het gaat in feite gaat het gestaag. Het gaat soms ook wel langzaam. En als je steeds weer sessies doet die ertoe leiden dat je stap voor stap voor stap voor stap groeit, dan is dat effectiever dan dat je een paar dagen training doet en daarna weer klaar bent, de boek aan de kant zet en eigenlijk ja, daar nog misschien amper aan denkt. Dus daarom zeggen we personal business training, dat leidt tot kwaliteit, persoonlijke kwaliteit, leidt tot meer omzet, het leidt tot marge en het leidt tot teamwork. Daar wil ik u graag in aanmoedigen. Wat we doen onder andere, we starten met het maken van een goed profiel, van een profiel met een hoge betrouwbaarheidswaarde. Dat is onder andere het DISC profiel. Dat is dit profiel. Dat doen we ook digitaal. En daarbij krijgt u het DISC model ook in kaart gebracht. U krijgt ook tips en tools van ons mee in de vorm van bijvoorbeeld zo'n audio cd. We hebben boeken, we hebben een werkboek. Dus we hebben allerlei materiaal om ervoor te zorgen dat u kunt zich gaan focussen op de doelen die voor u belangrijk zijn. En dat is mijn bijdrage. Ik wil graag dat u de voordeel van heeft. Want als u de voordeel van heeft, hebben wij het ook. Het gaat ons om win-win. Als u wint, winnen wij ook. Nog even wel laten zien wat voor onderwerpen er aan de orde komen. En die laat ik nu even zien. Dus ik sta even op en ik doorloop eventjes deze flip over. Wat u ziet hier constante progressie. Gas geven met de Grow-methode. We hebben als beeld hebben we een vliegtuig genomen. En dat vliegtuig dat zorgt ervoor als het vol gas gaat, vol gas geeft, dan kan het de lucht inkomen, anders niet. Dus wij zullen er alles aan doen dat u vol gas kunt opstijgen. We hebben inmiddels zoveel bagage. Ook in de tijd dat ik bij Sharp actief was, was ik ook
bezig met het training coachen van mensen. Dus er zit eigenlijk een historie achter van bijna 30 jaar. Nou, wat we vervolgens doen, is dat u een liefde gaat ontwikkelen om te groeien. En dat u ook zult zeggen, I love to grow. Niet dat u in de cocon blijft, of in de schulp, of in de knop blijft. Maar dat u echt zult groeien en bloeien als deze roos. Prachtige roos. I love to grow. Wat we zullen doen, is door de training zullen we zorgen dat u meer blijheid gaat ontwikkelen. Meer plezier hebt in wat u doet. Want dat willen mensen. Als ik vraag aan mensen, wat wil je? Ik wil beter in mijn vel zitten. Ik wil lekkerder werken. Ik wil beter met mijn mensen omgaan. Nou, dat gun ik u van harte. Want we vinden het fijn om bij te dragen aan de kwaliteit van relaties. We weten ook wat een onderwerp is wat heel belangrijk is, is tijdmanagement. Tijd is kostbaar. Tijd is prioriteit. If you fail to plan, you plan to fail. We hebben allerlei mogelijkheden om daarmee te werken. We hebben bijvoorbeeld een basis Getting Things Done van David Allen. En heel veel andere modules en mogelijkheden zijn bij ons aan de orde. Hier ziet u staan, van doelbewust naar doelgericht. Van doelbewust tot doelgericht naar doeltreffend. We willen doeltreffend zijn, net als die adelaar. Die naarmate die ouder wordt, steeds beter wordt. Dat willen we graag. Vervolgens gaan we kijken naar discipline. Discipline. Ik zeg vaak tegen mensen, discipline weegt grammen en spijt weegt tonnen. Dus als je met iets nu begint en je doet dat stap voor stap, step by step, en je maakt steeds een klein stukje progressie, dan zie je uiteindelijk dat je veel makkelijker bij je doel terechtkomt. En wat daarvoor belangrijk is, is focus. Net als deze groep, die dat met elkaar doen, die blijven focussen, die blijven naar voren kijken, blijven kijken wat gebeurt er allemaal, zijn allemaal nodig, noodzakelijk voor een stukje teamwork. Zelfbeeld, werk aan het zelfbeeld en zelfvertrouwen. U zult zich verbazen dat zelfs op de hoogste niveaus, dat het belangrijk is dat mensen beschikken over zelfvertrouwen. En dat niet altijd het zelfbeeld, dat dat aan de orde is. En het is heel normaal dat we dus inderdaad, als we iets tegenkomen wat voor ons onbekend is, dat dat een beroep doet op ons zelfvertrouwen. Dus als u daarin wilt groeien, nou, dan wil ik ook aanmoedigen om nog even te blijven kijken. Wat we doen vervolgens is, we zorgen dat u enthousiast blijft. Enthousiast gedurende het proces. En geniet van de reis op weg naar je doel. En blijf enthousiast. Blijf enthousiast en leef vol passie. Deze mensen die ziet u hier in een blije pose. Dat zou dus kunnen zijn dat ze een bepaald doel bereikt hebben. Dat ze zoiets hebben van, hey, dat hebben we samen hebben dat gerealiseerd. En dat is natuurlijk heel waardevol. We kijken ook naar karakter. Karakter. Als u een karakter heeft of ontwikkelt wat zich instelt op gaan voor een 9, op excelleren dus, dan betekent dat dat u de concurrentie achter zich laat. En het voelt ook heel fijn als je een topkwaliteit bereikt. Dat is ook met bijvoorbeeld een auto, beleving van een auto, van een huis, van een keuken, een badkamer. Als de kwaliteit heel goed is, dan geeft dat ons extra plezier. En dat betekent ook, dat heeft ook veel met onszelf te maken. Als wij merken dat we bijvoorbeeld qua gezondheid vooruit gaan, qua relaties, qua ontwikkeling, qua werk, qua financiën. En we bereiken dat niveau van die 9, waarbij we dus ook nog kunnen denken aan onze medemens, die we kunnen helpen met datgene wat we doen. Misschien wel mensen in moeilijke omstandigheden. Als u dat karakter ontwikkelt, dan zult u heel veel plezier hebben. Want bijdragen is een belangrijke waarde. Dan de volgende, dat is persoonlijkheid. Persoonlijkheid, empathisch vermogen. We onderscheiden een aantal gedragskenmerken die u hier ziet en die we graag uiteenzetten. Ik ga even door naar een van de laatste. Dit is trouwens de laatste. Team spirit en teamwork. U ziet hier, een formatie van 6 straaljagers van de Blue Angels. En ze vliegen perfect in balans. En ze hebben een hele goede communicatie, waardoor het mogelijk is om met die hoge snelheden zo dicht bij elkaar te vliegen. En dat is dus ontaard in teamwork. Dus de team spirit heeft ervoor gezorgd dat het teamwork is geworden. Nou, ik wil u hartelijk bedanken nogmaals voor het kijken naar deze video. Ik zou zeggen, bel 078-610-1458. Ik herhaal 078-610-1458 in Nederland. Of stuur een direct mailtje naar danny@grow.nl. Gespeld danny@grow.nl. Bedankt en tot de volgende video. Dank u wel. Tot ziens.